Jeppe, die momenteel schittert in Merit at First Sight, heeft een opmerkelijke transformatie ondergaan sinds hij besloot deel te nemen aan het programma. Voorafgaand aan zijn avontuur op MAFS woog hij bijna 30 kilo meer dan zijn huidige verschijning. Op zijn Instagram deelt Jeppe openhartig zijn reis naar een gezonder leven. Slechts een jaar geleden kampte hij nog met een gewicht van 110 kilo, toegeschreven aan stress en ongezonde gewoonten. Zijn deelname aan Merit at First Sight fungeerde als katalysator voor verandering. Jeppe besloot dat het tijd was voor een ommezwaai dieet stoppen met roken en intensief sporten hebben mij uiteindelijk naar een gezonder leven geleid, zo deelt hij. De omslag kwam niet vanzelf. In de zomer van 2022 nam Jeppen het besluit serieus en begon met toegewijd sporten en diëten. In december van dat jaar stopte hij abrupt met roken, waarna intensieve sportbeoefening en een strikt dieet volgden. De laatste weken voor het huwelijk waren volgens Jeppen het meest uitdagend. Het resultaat van zijn toewijding mag er absoluut zijn. Op zijn trouwdag met Jantine straalde Jeppe in een strak pak. Voorafgaand aan het huwelijk schroefde hij zelfs nog een tandje bij en volgde naar eigen zeggen een crashdieet, resulterend in een uiteindelijk gewicht van 83 kilogram. Een prestatie waar hij trots op is, maar erkent dat de gekozen methode niet de meest gezonde was. Tegenwoordig streeft Jeppe ernaar om zo gezond mogelijk te leven. Regelmatig sporten en evenwichtige voeding zonder overmatig vetgebruik zijn nu de sleutelwoorden in zijn dagelijkse routine. Bovendien lijkt niet alleen zijn fysieke gezondheid een boost te hebben gekregen, maar ook zijn huwelijk met Jantine bloeit op. Het lijkt erop dat Jeppe niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn leven in positieve zin heeft getransformeerd door deel te nemen aan Merit at First Sight.